Hoi lief allemaal en welkom terug op mijn kanaal. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Pleuny en ik werk als doula en geboortecoach in de regio Utrecht en Amsterdam. Vandaag gaan we weer kijken naar een nieuwe bevallen met Bobby in reactie video. Omdat het jullie favoriet is, maar eerlijk gezegd ook mijn favoriet is om naar te kijken. Vandaag gaan we weer kijken naar een thuisbevalling. Omdat ik al meerdere ziekenhuisbevallingen heb gedaan en die zijn zo medisch vaak. Dat ik het ook heel belangrijk vind dat jullie ook zien hoe een thuisbevalling eraan toe gaat. En ik ga gewoon weer gezellig met jullie meekijken. En ik geef along the way af en toe een reactie op wat eventueel anders zou kunnen. Of wat juist heel goed gaat. Of waarom iets gebeurt. Dus we gaan gewoon lekker samen kijken. Kijk vooral mee. Meer zijn de 27-jarige Davy en haar vriend Martijn in blijde verwachting van hun tweede kindje. Dochter Jade kwam 2 jaar geleden in het ziekenhuis ter wereld. Maar dit keer wil Davy graag thuis bevallen. En daarbij heeft ze de hulp van Bobby ingeschakeld. Davy en Martijn verwachten een kindje. Ja. Ja. Hoe leuk. Ja. Ja. De tweede. Super. Ja. Hoeveel weken ben je al zwanger? 37. 37. Ja. Zou kunnen komen. Ja. Ja, het maakt het extra spannend. Maakt het zeker spannend. Maar goed, bij je vorige zwangerschap, ben je toen rond die tijd bevallen? Nee, ik ben met 39 weken ingeleid, omdat ik Jade niet meer voelde. Maar ja, dus toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan, scan gemaakt en al meerdere malen. Elke keer was het wel goed. En toch voelde ik haar niet. Dus toen ben ik uiteindelijk ingeleid. Eigenlijk precies de dag daarna, nadat ik die scan heb gehad. Jeetje. Met 39 weken. En er was uiteindelijk niks met haar aan de hand? Nee. Nee, helemaal niks. En nu ga je voor een thuisbevalling? Ja. Het lijkt me zo fijn dat je gewoon lekker in je eigen omgeving bent, in je eigen bed. Je kan rustig nog tv kijken. Bij wijze van spreken je hele huis nog stofzuigen als je dat graag wil. Ja, dat vind ik gewoon fijn. Ja. In het ziekenhuis heb je toch niet zoveel. Dan ben je actief aan het wachten. En heb je een idee hoe je het zou willen thuis? Ja, ik ben gek op in bad gaan. Dus ik zou het echt heel fijn vinden als ik gewoon lekker in bad kan zitten en daar mijn weeën op kan vangen. Of onder de douche. Ja. Dat eigenlijk. Dat zou ik heel fijn vinden. En hoe vind jij het, dat ze thuis wil bevallen? Ik laat het gewoon gebeuren. Ik bedoel, of het thuis bevallen of in het ziekenhuis bevallen, dat maakt me eigenlijk niet zo uit. Mm. En het gaat zoals het gaat. Ja. En wie gaan erbij zijn dan? Ik vind het heel erg mooi, want het is inderdaad haar tweede bevalling. De eerste was dan de medisch ingeleide bevalling in het ziekenhuis. En ze heeft nu echt heel goed nagedacht over wat zij zou willen voor haar tweede bevalling. Dus hoe zij echt haar ideale bevalling voor zich ziet. Nou, ze wil graag thuis in haar eigen vertrouwde omgeving met haar eigen spulletjes. En ze wil graag in het bad of onder de douche staan tijdens de bevalling, omdat dat haar comfort biedt en ontspanning brengt. Dus ik vind het echt heel mooi, want ze heeft echt wel goed nagedacht van welke ontspanningstechnieken, welke comforttechnieken wil ik gebruiken en hoe zie ik dat het liefst voor me. Dus dat vind ik super mooi. Mijn en mijn moeder. En was je moeder er vorige keer ook bij? Ja, ze was er vorige keer ook bij. Dus dat vond ik zo fijn dat we hadden gezegd, nou, dat willen we dit keer weer. Maar jij vond het ook goed. Ja, ja, ik vind het wel. Het is net een extra paar handen die je erbij hebt. En net even wat meer steun. Ja, tuurlijk. En het ging vorige keer zo goed. Ja. Deze keer ook maar erbij. Ik vind het een hele mooie toevoeging van om een extra paar handen erbij te hebben. Dat is ook inderdaad zo. Kijk, we zien tegenwoordig, denken we eigenlijk bijna iedereen wil alleen bevallen samen met een partner erbij. Want het is een heel romantisch idee. En believe me, dat idee had ik ook bij mijn eerste bevalling. En achteraf, als je meer leert over wat een vrouw echt nodig heeft tijdens de bevalling en wat een partner daar echt in kan bijdragen, dan is het juist zo ontzettend fijn om die extra ondersteuning te hebben, om die extra support te hebben. Want een verloskundige kan er helaas niet altijd de hele bevalling bij zijn, omdat ze zorg draagt over meerdere vrouwen. Dus heel vaak is het hele grote delen van je bevalling dat je alleen met je partner bent. Dus wat hij zegt, het is vaak fijn om een extra paar handen erbij te hebben en om die extra steun te hebben, is gewoon echt waar. Ik bedoel, voor een partner is het ook heel spannend. Het is ook allemaal heel nieuw. Dus om echt die paar extra handen erbij te hebben, iemand die erbij te hebben die echt weet wat er aan de hand is, wat er gebeurt, hoe die jou eventueel tips kan geven om de vrouw te ondersteunen, zijn allemaal super waardevol. Dus ik vind het een hele mooie aanvulling van hun. Davy krijgt steeds meer fysieke klachten en is haar zwangerschap helemaal zat. Ja, ik heb altijd gezegd, ik wil liever 10 keer een bevalling dan dat ik 9 maanden zwanger ben. Maar wat vind jij er niet leuk aan het zwanger zijn? Dat het je beperkt in wat je kan. Bijvoorbeeld het bukken. Op een gegeven moment kreeg ik heel erg bekkenpijn, kon ik niet meer stukken lopen. Ik heb nu ruim een week al best wel heftige voorweeën.
En daardoor slaap ik 's nachts niet. En ja, die kleine loopt hier natuurlijk gewoon rond. Kijk, als ik er niks anders bij zou hebben, dan zou ik denk ik het heerlijk vinden. Want ik voel me, ja, misschien een beetje gek om te zeggen, maar ik voel me heel mooi. Het is niet zo dat ik mezelf dik vind of zo. Dat helemaal niet. Maar het is gewoon die lichamelijke klachten die ik gewoon niet fijn vind. En heb je een idee wat je zelf nu nog kan doen? Ik zeg ook tegen haar, laat het nu gewoon van je af. Weet je, het klinkt heel makkelijk, maar laat het van je afglijden. Weet je, hoe meer je er nu mee bezig bent, hoe meer je het voor jezelf blokkeert. En wat is nu dan het plan? Want je bent wel bij de verloskundige geweest. Ja, ik ben gisteren geweest. Ik ben al 3 keer gestript. Nee! Ja, al 3 keer. En het doet gewoon helemaal niks, behalve dat ik onwijs pijn krijg. Dan zouden ze me eigenlijk weer gaan strippen, maar ik denk niet dat ik dat nog wil. Omdat ik door te strippen echt zoveel pijn heb. Je krijgt krampen? Ja, krampen. Ik kan niet echt makkelijk opstaan en zo door de pijn. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik doe dat gewoon niet. Ik krijg dan gewoon inwendig onderzoek, kijken hoeveel ontsluiting ik heb. En aan de hand daarvan willen ze kijken of ze misschien volgende week dan toch nog een ballon kunnen geven of inleiden. Want je hebt al wel ontsluiting? Ja, al 2 centimeter. Ga weg. Ja, en mijn baarmoedermond is ook al week. En ze kunnen het hoofdje ook al voelen. Maar dan kunnen ze toch die vliezen breken? Of? Nee, want dat is met 4 centimeter volgens mij. Maar ze moeten toch ook even kijken naar je lichamelijke gestel? Ja, ook omdat ze thuis wil bevallen. Ja. Heel graag thuis wil bevallen. Ja, willen ze dit rekken? Ja, dat snap ik. Want anders word je dadelijk medisch. Ja, ook. Ik hoop gewoon dat hij volgende week komt. Of morgen, of vanavond, of straks. Heel veel dingetjes waar ik op wil inhaken. Natuurlijk voor haar super vervelend dat ze zich gewoon niet meer comfortabel voelt in haar lichaam. En dat kan natuurlijk. Ik bedoel, een zwangerschap is heel zwaar, is gewoon fysiek heel zwaar. Zeker als je ook nog een kleintje hebt waar je achteraan moet hollen, dan is dat gewoon, dan vraagt dat gewoon echt wel veel van jezelf. Daarna zegt ze van, ik ben al 3 keer gestript. Strippen betekent eigenlijk dat de verloskundige met haar vinger probeert om de vliezen van de baarmoedermondwand af te krijgen voor een heel klein stukje. En dat zou dan het hormoon prostaglandines op gang moeten brengen, wat ervoor zou kunnen zorgen dat je weeënactiviteit krijgt. Dus strippen kan in 50% van de gevallen ervoor zorgen dat je bevalling op gang komt. Maar dan moet er wel al wat voorwerk zijn gedaan. Het is niet dat je wordt gestript en je hebt meteen een bevalling die gebeurt. Als de kleine er nog niet klaar voor is, als jouw lichaam er nog niet klaar voor is, dan gebeurt er niks. Dus het kan dus inderdaad bij in haar geval ook zijn dat ze wordt gestript en vervolgens wel weeën krijgt. Dus krampen krijgt en pijn ervan krijgt, maar dat het uiteindelijk niks doet. Dus het is niet dat strippen een soort van magisch middel is om de bevalling op gang te krijgen. Want soms zorgt het voor weeën, zorgt het voor krampen die niet effectief zijn, die niks doen. Dus zij zegt nu ook van ja, ik heb het 3 keer gedaan, nou nu wil ik het niet meer, want het doet heel veel pijn. Super begrijpelijk natuurlijk en dat kan ook. Dus het is niet dat je wordt gestript en de bevalling begint meteen. Het kan ook ineffectief zijn, maar dat je wel krampen en pijn ervan ervaart. Dus het is ook iets voor jezelf om te weten van wil ik dat überhaupt wel? Als je echt op het einde zit en je hebt echt zoiets van ik trek dit niet meer of je zit tegen een inleiding aan te kijken, dan is het natuurlijk een hele mooie manier om te proberen de bevalling op gang te krijgen. Dan zegt Bobby van, je kan toch ook gewoon je vliezen laten breken. Vliezen hebben een hele mooie functie, zeker tijdens de bevalling ook. Vliezen zorgen voor de baby ervoor dat de weeën wat minder intens zijn voor de baby, omdat het een soort van airbag is voor de baby. Bij iedere wee wordt de baby natuurlijk een beetje samengeknepen door de baarmoeder. Maar door die vliezen en door dat vruchtwater beschermt dat je baby van de weeën. En daarnaast zorgen vliezen ervoor dat je baby nog heel makkelijk het hoofdje kan bewegen. Wat belangrijk is voor om zijn weg door het bekken en naar de uitgang toe te vinden. Dus die vliezen zijn super belangrijk. Dus het is jammer dat er tegenwoordig zo makkelijk over gepraat wordt van ja, dan breken we toch gewoon de vliezen, want dan komen de weeën op gang. Ja, dat is en niet helemaal waar, want dan kan het nog 3 dagen duren voordat de weeën op gang komen. En die vliezen zijn gewoon een super, hebben gewoon een super mooie functie in je lichaam. Dus het is zonde om die gewoon zomaar even te breken. Ja, en daarna zegt die moeder eigenlijk iets heel moois van probeer het los te laten. En wat we heel vaak zien is dat wanneer je het loslaat, dat het dan dus begint te gebeuren. En zij zegt ook van mijn baarmoedermond is al verweekt. Ik heb al 2 centimeter ontsluiting. Dus er gebeurt al heel erg veel in haar lichaam. Haar lichaam is echt bezig. En ook die voorweeën die ze dus ervaart, die zorgen ervoor dat die baarmoedermond dus al kan verweken. En dus al die 2 centimeter ontsluiting kan creëren. Dus er gebeurt echt wel wat. Dus het is, ja, afwachten. Het is gewoon afwachten. En dat is soms heel moeilijk. Zeker als je pijn hebt en ongemak ervaart. Maar echt waar,
Afwachten is dan in dit geval het allerbeste. Ja. Een uur na het bezoekje van Bobby zijn bij Davy de weeën begonnen. Bobby is daarom snel weer teruggereden en lijkt maar net op tijd te zijn voor de bevalling. Sinds het handmatig breken van de vliezen worden de weeën steeds heviger. In 20 minuten tijd is de ontsluiting van 3 naar 7 centimeter geschoten. En Dit laatste stukje, dat is natuurlijk ook omdat het al de tweede bevalling is. Kan ook bij een eerste, maar vaak omdat het een tweede bevalling is, gaat het gewoon een stuk sneller dan bij de eerste. Haar vliezen zijn dus handmatig gebroken, dus door de verloskundige. Zij zegt dat ze daarvoor niet zulke hele goede weeën heeft. Dat kan ook betekenen dat ze dus in die latente fase zat naar de actieve fase. Dus dat de weeën langzaam op gang komen en dan steeds heftiger en steeds intenser worden. Zij heeft toen de vliezen gebroken, die keuze gemaakt. Vliezen breken kan dus het effect hebben dat de weeën zo krachtig en intens worden dat het soms moeilijk wordt om ermee om te kunnen gaan. Dus dat is ook een stukje voor jou om over na te denken van wil ik dat? Want haar lichaam was dus inderdaad echt weeën aan het maken. De bevalling was begonnen, was op gang gekomen. En juist die mooie verloop, dat rustige verloop van gewoon kalme weeën die steeds intenser worden en steeds krachtiger worden, naar kalme weeën die opeens super intens zijn, dat veroorzaakt dus het vliezen breken. En dan kun je dus voor jezelf nagaan van wil ik dat? Wil ik die gigantische overloop waardoor je misschien niet meer goed met de sensaties om kan gaan? Of wil ik gewoon rustig mijn lichaam zijn werk laten doen naar steeds krachtiger en intensere weeën? Maar goed, ze gaat dus nu heel snel opeens, dus ik ben benieuwd. Door die uitzonderlijke snelheid is Martijn blij dat ook hij net op tijd thuis is. Ja, dat is niet normaal. Ja, ik was gewoon beter. Ze zegt, ja, ik heb weeën en het is sowieso lang ertussen. Ik zou naar huis gaan. Ik zeg, ik ga niet naar huis. Ik zeg, ik ga hier wel blijven. Ze zegt, ja, gebleven dat hij thuis kan. Ik zeg, ik ga haar niet alleen laten om iets te eten. Nee, een doodvogeltje. Ik zie het niet meer zitten. En kijk, dan ben ik er maar echt. Ja? Als de week komt, doe je diep in door je neus. Dan ga je weer snel en krachtig uitblazen, wat we net ook deden. Baby, luister eens naar mijn ademhaling in door je neus. En dan alleen maar uit. Dan weer in door je neus. Net als moeder Francis doet Martijn er alles aan om het Davy zo comfortabel mogelijk te maken. Wil je alleen niet zo druk op mijn zij? Dat ben ik niet hoor. Ik ben dus nu heel benieuwd of ze nou echt al actief aan het persen is. Of dat ze aan het meepersen is. Want de verloskundige die zegt wel van ze voelt een drukgevoel. Dus dat ze daarin wil meepersen. Maar een drukgevoel kan ook betekenen dat het hoofdje dus echt mooi diep in het bekken ligt. Dus dat drukgevoel heeft van het hoofdje op je anus eigenlijk. En dat geeft dus ook het gevoel van ik moet poepen. Dus dan weten we van oké, het babytje ligt echt heel diep in het bekken en bijna bij de uitgang om geboren te worden. Maar dat betekent nog niet dat je persdrang hebt. Dus dat je echt reflectoire persdrang hebt en je lichaam eigenlijk je baby als het ware naar buiten toe perst. Drukgevoel en het gevoel hebben dat je moet poepen is iets anders dan persdrang. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd nu of zij dan persdrang heeft of drukgevoel heeft. Dus ik moet nog even doorkijken. Sorry. Dat doen mannen altijd lastig aan. Als je weet wat ga je doen. Vind je het fijn om een beetje druk in je onderrug te hebben? Niet te hard, maar moet je zelf even aangeven wat je. Die onderrug wordt je ook brak van bevallen. Nog maar net 3 kwartier nadat de weeën begonnen, zit Davy al op 10 centimeter ontsluiting. Even volhouden, je bent er bijna. Echt bijna. Je bent er bijna, schat. En dan nog een keer als die weeën nog is. Met de volgende wee mag Davy al gaan persen. Jeet zal wel gebaat zijn morgenochtend. Ja. Die armen erbij. Ja. Oh. En nog een keertje, kom maar. Ik ben zo trots op jou. Ik heb het idee dat hij er niet uit wil.
Het is lekker warm, ja. Nou, het is belangrijk dat je een goede persweer hebt. En net voelde je best wel goede druk, dus toen dachten we even van nou, dit lijkt wel goed te gaan. En toen kwam die eigenlijk niet dieper. Dus daarom heb ik je net op je zij gelegd, omdat je ook zulke lange pauzes tussen je weeën kreeg. Dus ik wil eigenlijk nu weer even kijken, want nu voelde je wel weer heel goed die druk. Ja. Of het nu gewoon wel lukt. Maar je krijgt die kleine er niet goed uit als je geen goede persweeën hebt. Dus die hebben we wel nodig. Ze zegt hier meerdere dingen. Ze zegt en dat ze het gevoel heeft dat ze de baby er niet uit wil. De verloskundige zegt dat ze best wel lange tussenposes kreeg. Dus dat ze er daarom op haar zij had gelegd. En dat ze dus 10 centimeter ontsluiting heeft. Het ding is met dat we tegenwoordig zo gefocust zijn op die 10 centimeter ontsluiting. Dat we daardoor een beetje vergeten hoe de fysiologische werking van de bevalling is. 10 centimeter ontsluiting betekent niet persen. 10 centimeter ontsluiting is een onderdeel van de bevalling. Maar het betekent niet dat je dat op dat moment ook kan gaan persen. Persen doe je pas op het moment dat je persdrang voelt. En op het moment dat wij dus gaan voelen, dus wij voelen naar de ontsluiting en wij voelen 10 centimeter ontsluiting, dan is vaak onze eerste gedachte van oké, nou nu kunnen we gaan persen, maar dat is niet zo, helaas. 10 centimeter ontsluiting betekent dat je lichaam super veel werk heeft verzet en dat je echt bijna kan gaan persen, absoluut. Voor persen hebben we persdrang nodig. En het kan ook zomaar zijn dat je lichaam dus 10 centimeter ontsluiting creëert en dan eventjes stop met weeën maken. En dat zegt de verloskundige net, die zegt, je kreeg best wel super lange tussenposes tussen je weeën, dus daarom heb ik je op je zij gelegd. Maar die tussenposes en dat je lichaam even geen weeën maakt, dat noemen we ook wel rest and be thankful fase. Dus je lichaam neemt even een pauze en daar mag je even van gaan genieten. Want je hebt super veel hard werk verzet om bij die 10 centimeter ontsluiting te komen. Dus je lichaam stopt even met weeën aanmaken omdat het even tijd nodig heeft om op te laden en energie op te laden om uiteindelijk die persfase in te gaan. Maar dat betekent dus niet dat je al persweeën hebt. Persweeën kunnen dan zomaar 20 minuten op zich laten wachten of een uur zelfs op zich laten wachten. Maar doordat wij dus die ontsluiting meten en weten, oh, maar we hebben 10 centimeter ontsluiting, dus we kunnen gaan persen, gaan we eigenlijk niet meer wachten op die persweeën. We gaan het eigenlijk forceren. Dus we gaan met iedere wee die er is, gaan we wel mee persen. Want dat zou logischerwijs kunnen, want we hebben 10 centimeter ontsluiting. Maar eigenlijk gaan we veel te snel dan persen, want we moeten wachten op die persweeën. En dat is iets wat wij tegenwoordig dus bijna niet meer doen. We nemen niet meer de tijd. We weten, we hebben 10 centimeter, dus het zou moeten kunnen. Maar echt waar, daarom is het zo belangrijk om dus ook hands-off te willen bevallen en niet die ontsluiting te willen meten. Want daardoor gaan we veel meer luisteren naar wat doet ons lichaam. Voelen we dus druk onderin, dus het gevoel van poep hebben wat zij dus had. Of voelen we echt persweeën. En persweeën, daar kan je niet meer omheen. Dan gaat je hele lichaam gaat die baby naar buiten duwen. En dat is wat we nodig hebben om goed effectief te kunnen baren. En dat is wat zij nu mist. Dus ze gaan nu eigenlijk te snel persen. Ze wachten niet op die persdrang. Maar ze gaan nu veel te snel persen. Dus dat is wat nu een beetje gebeurt. En ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ja. Kom maar, pak je benen maar. Liep je gewoon een week. Kom maar, doe maar. En nog een keer, kom op. Raffel, kom op, baby. Duwen. Goed zo, verder. Nou, als je perst, dan gebeurt er wel wat. Dan vind je wel mee dieper. Niet dieper. Dat voel je nog niet zo. Kom van schat. Hey, wat soms wel helpen, baby, is om even naar onze houding. En net hebben ze best op je zij gelegen. Dat kan je of ook weer doen, of even handen en knieën zo meteen. Anders draai je van het bed af misschien. Dat is niet handig. Ik vind het een heel mooi voorstel van een verloskundige. Zegt, laten we even een andere houding proberen. Misschien dat je dan betere persdrang krijgt. Misschien dat je dan beter kan persen. En dat eventjes, dat bewegen zorgt er vaak voor dat de baby weer even beter kan wriemelen en bewegen in het bekken om weer lager te komen. Dus een heel mooi voorstel van een verloskundige. Tijdens bevalling van Davy komen de persweeën niet goed op gang. Wauw. Heb je het opgelukt? Niet opgeven, meis. Ja, wat ik eigenlijk voor de zekerheid zo meteen misschien wel even wil doen, is je blaas leegmaken. Als je blaas vol zit, dan kan het hoofdje soms niet zo diep naar beneden zakken. Omdat die volle blaas dan een beetje in de weg kan zitten. Oké.
Ik vind ook dit weer een goed voorstel. Het is inderdaad belangrijk om regelmatig te blijven plassen. Zeker ieder uur eventjes naar de wc gaan om je blaas te legen zorgt er inderdaad voor dat je baby makkelijker kan indalen, omdat er anders een volle blaas voor de uitgang eigenlijk soort van zit. Dus een lege blaas is heel belangrijk. Dus het is een mooi voorstel. Maar ik denk dat ze gewoon veel te snel zijn gaan persen. Want je moet gewoon even de tijd gunnen om het lichaam goede krachtige perswee te gaan maken. Want nu is ze eigenlijk op eigen kracht aan het persen. En dan krijg je ook je kindje wel naar buiten hoor, uiteindelijk. Maar het kost de vrouw gewoon zoveel meer kracht en inspanning. Het is zoveel vermoeiender dan gewoon eventjes een half uur te wachten op goede krachtige persweeën. Als de baby het gewoon goed doet in de buik, dus de hartslag is gewoon goed, dan is er niet echt een reden toe om zo snel actief te willen gaan persen. Neem gewoon rustig de tijd en wacht op die goede krachtige persweeën. En dat kun je alleen maar doen door echt goed naar je lichaam te luisteren. Dus ja, ze probeert heel veel goede dingen hoor, absoluut. Andere houding, blaas leeg, allemaal super goede dingen. Maar het allerbelangrijkste op dit moment was geweest om te wachten op goede krachtige persweeën. Even niet op, hè. Ik ben niet moedeloos van worden, want die kleine komt er gewoon. Ja. Heb je hem mee? Ja. Oké. Neem maar dat lukt. Dankjewel. Oh ja. En nog een keertje, kom maar. Oh ja. Oh ja. Nee, ik kan niet. Bij Davy slaat de vermoeidheid toe, maar ze moet blijven persen. Ik vind het echt heel erg mooi, want ze probeert echt heel veel verschillende houdingen. Nu ligt ze weer op de linkerzij om daar te persen. Dus ik vind het echt super goed. Ze nemen echt heel veel verschillende houdingen aan om te proberen om een houding te vinden die goed voor haar werkt. Wat eventueel ook nog een goede zou zijn is of om te gaan staan of om de baarkruk te gaan zitten. Omdat je dan echt heel goed die zwaartekracht laat meewerken om het kindje naar buiten te krijgen. Dus dat zou eventueel nog een optie kunnen zijn. Maar ik vind al dat ze echt heel goed bezig zijn. Nou zit hij er nog. Je mag gewoon nog een keertje duwen. Want... Oh nee. Ja, heel goed. Doe maar. Door. Zeker. Dat absoluut. Kijk, wat voor kleur heeft hij? Zwart. Ja, een beetje bruin, denk ik. Een half uur geleden mocht Davy beginnen met persen. Maar voor haar gevoel wil het niet echt vlotten. Hoeveel keer nog persen, denk ik? Davy, dat weet ik niet. Want dat ligt er maar net aan. Het kan in één keer klaar zijn als je een knalwee hebt. Maar het kan ook echt nog wel even duren. Ja? Ja? Nou, toch. Kom maar. Je zet gewoon alles op alles. Ik van de commentator die gaf er eventjes een reactie tussendoor. Maar een half uur persen, dat is echt niet zo lang. Hij doet net alsof het echt een gigantisch lange tijd is dat ze al bezig is. Maar dat is echt nog niet zo heel erg lang. En ik bedoel, ze doen er alles aan om het kindje eruit te krijgen. Alleen waren die goede krachtige persweeën, denk ik, nodig geweest hiervoor. Maar goed, ze doet het nu op eigen kracht. En dan duurt het echt wel wat langer om een kindje naar buiten te persen. Dat is echt hetzelfde als dat je bijvoorbeeld zonder dat je het gevoel hebt dat je moet poepen, gaat poepen. En dan drie mensen die naast je staan en zeggen van nu persen. Dan komt er toch ook echt letterlijk niks uit. Je hebt gewoon echt dat poepgevoel nodig. Je hebt die aandrang nodig om te kunnen poepen, om ook daadwerkelijk te kunnen poepen. En dat is hetzelfde als met je baby geboren laten worden. Je moet die aandrang voelen om te persen, om je baby naar buiten te persen. Want nu is op eigen kracht een kindje naar buiten aan het persen zonder die persweeën. En dan duurt het gewoon echt wel wat langer en heeft het veel meer kracht en energie nodig van de vrouw om dat te doen. Dus ja, dan duurt het gewoon ietsjes langer. En een half uur is dan echt nog niet lang. Klaar ermee, dan komt ze eruit dadelijk. Echt weer een stuk verder dan net. Ik ben trots op jou. Ja, kijk eens naar me. Geen bril. Je ziet iets. En je kijkt ook nog in het licht. Je bent bijna klaar. Zometeen ga ik je heel duidelijk vertellen wanneer je moet persen en wanneer je moet zuchten.
En als ik zeg dat je mag persen, ga je gewoon knallen wat je net ook deed. En als ik zeg dat je mag zuchten, dan ga je dit doen. Je mag nu gewoon persen, hè, als de W komt. De W is nu weg, Davy. De W is weg. Je voelt het hoofdje zitten. Blijf maar zuchten. Zuchten, Davy, zuchten. Nou. Hele mooie ondersteuning ook van de verloskundige hier weer. Het hoofdje staat dus nu in de vaginale opening. En dan zegt ze van nu even zuchten, niet meepersen. En dat doen we om de weefsels en de huid van de vagina rustig te laten meerekken. Zodat uitschun een mindere kans heeft. Dus hele mooie ondersteuning nu van de verloskundige. Echt een heel stuk van het hoofdje als je niet perst. Kind op je borst, kom op, doorgaan, doorgaan. Doe maar. Doe maar. Doorgaan. Kom maar. Daar is die. Oh, Poppie. 50, precies 50. Nee, schatje. Nee, Poppie. Ja, schatje, Poppie. Oh, schatje. Oh, Poppie. Doe maar. Oh, hey, schatje. Ja. Laat je maar horen. Ja. Ah, dat is toch echt elke keer weer dat einde, dat dan dat kindje eindelijk is geboren. En oh, die eerste huiltjes, oh, ik smelt daar echt voor. Ik vind dat zo mooi. Ik vond het echt een hele mooie bevalling. Heel veel houdingverwisselingen gedaan, mooie ondersteuning van de verloskundige. Dus ik vond het echt een hele mooie bevalling om met jullie te kijken. Ik vond haar ook echt helemaal super zen en in controle en heel mooi gedaan van haar. En uiteindelijk helemaal op eigen kracht een kindje naar buiten geperst. Nou, echt. Hoe een erge powervrouw wil je hebben? Ik denk dat het enige kanttekening die ik hierin heb, is dat we gewoon iets meer de vrouw de tijd hadden moeten gunnen met die 10 centimeter ontsluiting om echt goede krachtige persweeën te krijgen. Want die 10 centimeter betekent gewoon niet per direct persen, maar dat zijn de persweeën waar we dan even op moeten wachten. En dat kan soms eventjes duren. Maar goed, ze heeft het super goed gedaan. Ze heeft op eigen kracht een kindje naar buiten geperst. Verschillende houdingen geprobeerd. Helemaal zen en in controle. Nou, ik vind het echt een hele mooie bevalling. Dus ik hoop ook dat jij weer heel veel hebt geleerd van deze bevalling. En dat je het leuk vond om weer met mij naar deze aflevering te kijken. Als dat zo was, laat even een reactie voor me achter onder deze video. Vind ik heel erg leuk om te lezen. En het stimuleert mij ook weer om nieuwe video's te gaan maken. Als ik van jullie weet dat dit jullie favoriete video's zijn. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik wens je nog een hele fijne dag. En tot een van mijn volgende video's. Bye!